Oké, jongens. Jullie gaan we onze specialiteit doen. Full body VR. Dus je krijgt van mij dit pak aan. Dan maken we heel jouw lichaam, brengen we in de digitale wereld. Samen met je handen en de mobiele VR-bril die we ook bij hebben. We hebben een leuke romantische ervaring voor jullie gemaakt om te kijken wat jullie daarvan zullen vinden. Oké. Okay. Yes. Heel apart. Ja. Ja, leuk, hè? Ja, heel leuk. Ja, cool. Nou, wat we nu gaan doen is, het is nu nog op dezelfde plek, maar wij kunnen ook gewoon internationaal met deze spullen werken. Dus de bedoeling is dat zij in Amerika is en ze gaat daar studeren of ze heeft daar een baan gekregen. En jij bent op dit moment nog in Nederland, maar jullie willen wel graag samen nog wat contact hebben. Oh, ja. En jullie willen dat eigenlijk toch gewoon met het hele lichaam eens proberen. En dat gaan we nu proberen. Oké. Okay. Ja. Als je echt in Amerika zou zitten, zou dit zo gaaf zijn. Inderdaad, nog iets naar voren. Yep, perfect. Maar het rare is wel dat je niks kan voelen. Ja, dat is wel raar. Maar op zich, het voelt wel een soort van gezellig eigenlijk. Het is nu nog een beetje raar, maar ik vind het wel gezellig. En ik denk dat als Robin echt in Amerika zou zitten, dat ik dan dit echt een hele goede oplossing zou vinden. Mag ik een kusje? Het was niet de allerromantischste date, maar het is er zeker wel de speciaalste date die we ooit hebben gehad. Ja. I feel my old flames was just preparing me. When I say I want you said back. Het dansen vond ik trouwens wel een klein beetje. Ja, het slow was een beetje awkward. Want je voelde helemaal niks natuurlijk. Ja. Yeah. Dus. Alsof je in je eentje stond. Ja, dat was wel een beetje raar. Ja, dat was wel. 3, 2, 1. Oké. Doei. Vind jij de technologie en de liefde goed samengaan? Zeg het in de Toilet Talk op Instagram of YouTube. Hashtag Toilet Talk, hashtag Tanktank. Human.